wel, jongens en meisjes? Klaar om weer even lekker te bewegen? Dat doen we vandaag met het standbeeldenspel. Zometeen gaan we wandelen. En elke keer als ik stop zeg, krijgen jullie een opdracht om helemaal stil te staan. Bijvoorbeeld maak een standbeeld op één been. Moet ze helemaal stilstaan als een standbeeld op één been. En als ik dan zeg, ja, dan gaan we weer verder wandelen. Klaar voor? Nou, komt-ie. We beginnen gewoon lekker met te lopen. Lopen. Wel lopen, die smokkelen. Goed zo, jongens. Blijven lopen. En stop. Oh, stapelt op één been. Maak maar een stapelt op één been. Mooi. Sta maar helemaal stil. En weer verder lopen. Mooi. Zo meteen als ik stop zeg, zullen we een standbeeld doen met onze handen in de lucht. Nou, komt ie, hè? Stop. Standbeeld, handen in je lucht, helemaal stilstaan. Mooi. En weer doorlopen. Zullen we bij het volgende standbeeld een standbeeld op de tenen doen? Dat op onze tenen moet stilstaan. Stop. Sta wat op je tenen. Sta helemaal stil op je tenen. Oh, niet wiebelen. Probeer helemaal stil te staan. Oh, dat is best moeilijk, vind ik. Nou, en weer door. Super. Bij het volgende standbeeld moeten we op de grond liggen. Is dat een goed idee? Dat is wel makkelijker denk ik om stil te staan als op de grond liggen. Of nou, staan doen we eigenlijk niet, hè? Gaan we stil liggen. Stop! Nou, helemaal stil. Oh, 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 niet even lang kan. Helemaal stil liggen. Niet bewegen. Mooi. Nou, en weer door. En weer lopen. Oké. Nou ga ik een gekke opdracht geven. Kunnen jullie ook een standbeeld maken en dat het standbeeld heel boos lijkt? Zullen we het eens proberen? Stop! Wow, jullie kijken wel heel boos. Ik word er bijna een beetje bang van. Blijf boos kijken. Mooi. En weer lopen. Zullen we zo meteen een heel blij standbeeld doen? Kun je dat ook? Een heel blij standbeeld? Nou komt ie, stop! Heel blij! Ja, kijk, daar worden we vrolijk van, hè? Van die blije standbeelden. Dat vind ik leuk. Kunnen we ook een heel grappig standbeeld maken? Een heel gek standbeeld? Kunnen we dat ook? Hoe zullen we dat doen? Zullen we dan gekke bek trekken? Oké, stop! Je raarste gekke bek! Dat was wel een leuk standbeeld, hè? Dan lopen we weer door. Super! Zullen we nog één standbeeld doen? Wat zullen we als laatste standbeeld doen? Zullen we een heel lief standbeeld proberen te maken als laatste? Nou, een heel lief standbeeld, hoe doen we dat? Heel lief kijken. Nou, jullie kijken wel lief hoor jongens, goed gedaan. Hey, ik hoop dat jullie het standbeeldspel een beetje leuk vonden. En tot de volgende keer. Doei doeg!